Beste aanwezigen, voor mij is het de eerste keer dat ik aanwezig mag zijn namens de protestantse gemeente Gent op deze avond. Ik ben blij dat het mij in de gelegenheid stelt om iets met u te kunnen delen. Weet u, al deze lichtjes om ons heen staan van de warmte en het licht dat we in deze donkere tijd zo nodig hebben. En dan heb ik het echt niet alleen over de winterse tijd van het jaar, maar eigenlijk veel nog meer over het donkerte, over de donkerte van de tijd waarin wij leven. Je zou zo graag eens even de krant open doen en iets positiefs lezen. Zo graag op de televisie iemand iets horen vertellen dat het opeens goed gaat met ons allemaal. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dat we helemaal niet gekort gaan worden, waarop dan ook. En dat we ons helemaal geen zorgen zouden hoeven maken over de stijgende kosten. Of bijvoorbeeld het bericht lezen of horen dat een bedreigend ziektebeeld ons helemaal niet meer bedreigt. Kijk, dat bericht kan ik u niet geven hoe graag ik dat wel zou willen. En niet alleen voor u, maar ook een beetje voor mezelf. Maar ik kan u wel iets anders berichten. Want weet u, lang geleden en hier ver vandaan kregen mensen die het in die tijd ook heel zwaar hadden, om tal van redenen overigens, een heel merkwaardig bericht. Er zou namelijk licht in hun duisternis komen en dat licht zou komen van God door een klein kind dat op aarde geboren zou worden. Dat kind, Jezus geheten, zou onze heiland worden. Degene die alles meemaakt betekent, heel maakt betekent dat. Dat kind werd ergens buiten op het veld geboren en hoe belangrijk ook was, hij begon niet ergens in het Witte Huis of op het Kremlin of zelfs niet eens in het katshuis, maar aan de basis helemaal opnieuw met ons mensen bij zijn ouders. Ergens fel ver van alles af. Wel vergezeld van engelenkoren als boodschapper aan de herders in het veld die hen wisten te melden, heden is de heiland geboren, degene die alles heel maakt. Een totaal nieuw bericht, nog nooit eerder gehoord of vertoond, met een grote impact op het leven van velen daarna. Door die grote gebeurtenis van toen mogen ook wij gerust ervan uitgaan dat het ooit anders gaat worden in de wereld. Hetgeen voor mij wil zeggen dat de mens blijft. Maar dat wij mensen uiteindelijk gelukkig niet het laatste woord hebben. Dat de wereld die met God begonnen is ooit nooit uit zijn hand zal vallen. Hoe bars de wereld ook lijkt. En wij dus ook niet uit zijn hand zullen vallen. Kijk, iets dergelijks zet alle dingen die we meemaken wel even in het juiste licht. Voor mij zijn al deze kaarsen om ons heen daarvan een levend symbool. En het is daarom dat ik u van harte goede en gelukkige en warme kerstdagen wens en een heel goed en gelukkig nieuwjaar. Amen.